Het was gezellig gisteravond, maar nu moet alles weer schoon. Hier, moeders, de pannetjes. Mocht u nu een probleem hebben met het schoonmaken van de kometpannetjes, laat het dan even weken in de biotech. Gisteravond hebben wij een beetje kaasvet gemorst, maar dat kunt u heel makkelijk verwijderen om even met een botermesje het eraf te schrapen. De restanten van kaasvet kunt u makkelijk verwijderen om even een aantal velletjes keukenrol hieronder te doen. En dan een paar velletjes eroverheen en dan even met de strijkijzer erop drukken. Dan zal de kaasvet er snel intrekken. Nou, de vlek is verdwenen, maar mocht hij er niet uitgaan, dan kunt u het altijd nog even insmeren met een beetje afwasmiddel en dan daarna gewoon de kleed in de wasmachine doen. Veel mensen houden restjes over van kometten. Het vlees heb ik gisteravond gelijk even aangebraden en van de biefstuk en de gehakt heb ik al een soepje getrokken. Nu gaan we de restjes van de groenten doen, zodat je vanavond een heerlijk groentesoepje hebt. Mijn moeders, heerlijke soep. En voor jullie thuis heel veel succes. Dag.